Vitesse raakt steeds verder in de problemen, financieel en sportief. De nieuwe directeur van de Arnhemse club weet zelfs niet zeker of het seizoen afgemaakt kan worden. Is die proflicentie van Vitesse in gevaar? Het antwoord is ja. Bedrijven met een personeelstekort die moeten soms creatief zijn. De meldkamer van de politie Oost-Nederland heeft bijvoorbeeld studenten in dienst. En het corona-dashboard, het was een belangrijk en veelgebruikt instrument, maar het is niet meer nodig. Het zou nog kunnen dat het virus weer wat sterker of wat erger gaat worden. Maar goed, dat kunnen we niet echt voorspellen. Goedenavond. Vitesse scheert langs de rand van de afgrond. De Arnhemse club dreigt zijn proflicentie kwijt te raken die nodig is om betaald voetbal te spelen. Dat zegt de nieuwe tijdelijk algemeen directeur vandaag tijdens zijn eerste werkdag. Als Vitesse de financiële problemen niet snel oplost, is er zelfs een kleine kans dat het seizoen niet kan worden afgemaakt. Kortom, het water staat de club aan de Rijn meer dan ooit aan de lippen. Meer dan een jaar al zit Vitesse op alle fronten muurvast, gevangen in complexe materie rond buitenlandse overnames en dubieuze geldstromen. De toekomst van een van de oudste clubs van Nederland staat op het spel, onder druk van de licentiecommissie van de KNVB. Is die proflicentie van Vitesse in gevaar? Het antwoord is ja. Keihard ja. Voor het eerst spreekt een bestuurder van Vitesse klare taal. De nieuwe algemeen directeur is aangesteld met maar één missie. Vitesse redden. De licentiecommissie heeft gezegd wat er nu op tafel ligt is niet voldoende. Even los van of dat waar is of niet, de licentiecommissie zegt dat. En dat heeft te maken met het eigenaarschap, dat heeft te maken met waar de geldstromen vandaan komen. Het achterhouden van informatie ook. Ja, dat noem je achterhouden. Ik weet niet of dat zo is geweest. Ik ben er niet bij geweest. De relatie met de KNVB is het afgelopen jaar verslechterd. Mede door een hautaine houding van de vorige directie. Dat moet snel veranderen, wil Vitesse nog toekomst hebben. We zijn met een plan bezig. Het gaat heel snel naar de licentiecommissie. En dat plan moet de KNVB, de licentiecommissie, het vertrouwen geven dat wij op de goede weg zijn. De teleurgang van Vitesse komt bij velen keihard aan. Dreigende degradatie, schulden die oplopen, het houdt maar niet op. Ik loop hier heel lang mee. Het is wel echt ook mijn club, dus dat doet gewoon heel veel pijn als je dat soort signalen of dingen hoort. Zeker is dat er fors bezuinigd moet gaan worden. Bij Vitesse verdwijnen tientallen banen. De begroting moet gewoon bijna gehalveerd worden. Dus dat heeft altijd voor iedereen consequenties. Daar ben ik gisteren ook eerlijk in geweest naar de medewerkers. Maar het belangrijkste is dat de club overeind blijft, dat er licenties is en dat het consequenties heeft. Dat is onvermijdelijk. En hoe donker de uitkomst of de toekomst er ook uitziet voor Vitesse, het kan nog altijd. De club heeft namelijk in principe nog 6 wedstrijden te gaan en kan zich dus nog handhaven in de Eredivisie. Maar dan moet om te beginnen dit weekend gewonnen worden van aartsrivaal NEC. Zondag komen de Nijmegenaren op bezoek in Gelderdom. Om het personeelstekort op de meldkamer van de politie Oost-Nederland op te lossen, worden studenten ingezet die als bijbaan een zakcentje verdienen als centralist. De meldkamers in Apeldoorn die begon jaren terug met dit experiment. En ondertussen kijken meldkamers in andere delen van het land de kunst af van dit succesverhaal. Meldkamer politie, wat is de locatie van uw noodgeval? 13.012 gesprekken uit Overijssel en Gelderland komen maandelijks binnen op de meldkamer in Apeldoorn. En net als in veel andere sectoren heeft ook de politie moeite met het vinden van personeel. Wat wij in Oost-Nederland 3 jaar geleden zijn gestart, is ook dat wij hbo-studenten in dienst hebben genomen die ons helpen bij de 112-telefonie. Een van die studenten is Lorenz uit Elst. Hij werkte eerst in de supermarkt en betrapte daar winkeldieven. En toen zag ik online vacatures voorbij komen voor hbo-studenten voor bij de meldkamer. En toen dacht ik meteen van, ja, die kans moet ik gaan grijpen en ben ik gaan solliciteren. Het is een baan waarin wij een hbo-student opleiden. Die komen hier gemiddeld 10 zaterdagen in opleiding. En daarna gaan zij hier de vloer op om de 112 op te pakken. Dat is vooral in de avond, in de drukke nachten. En dan komen zij extra in dienst om ons te helpen op de 112-telefonie. Onlangs heeft de politie Oost-Nederland de vacatures voor de tweede ronde studenten opengezet. Misschien raken zij, net als Lorenz, ook besmet met het politievirus. Hierna ga ik in augustus starten op de politieacademie. Ik heb net het hele selectieproces doorlopen. En ik ga lekker aan de slag daar en agent worden.
Na 4 jaar heeft de Rijksoverheid het coronadashboard offline gehaald. Het dashboard, dat in juli 2020 was opgezet, was tijdens de pandemie een belangrijke informatiebron. Maar volgens het kabinet is de coronacrisis voorbij en is er geen site meer nodig die alleen coronacijfers doorgeeft. Maar corona is niet verdwenen, zeggen deskundigen. Op dit moment worden er elke dag gemiddeld zo'n 20 patiënten in heel Nederland in het ziekenhuis opgenomen door een corona-infectie. Dus zelfs nu de golf eigenlijk voorbij is, zie je dat nog steeds. En ter vergelijking, in november, december waren dat er gemiddeld zo'n 170 per dag. Het coronavirus is dus niet verdwenen. En ook de coronavaccinaties behoren niet helemaal tot het verleden. Het virus, het hoort erbij, dat coronavirus. Er ligt een gezondheidsraadadvies van vorige week om toch ook ieder jaar weer de kwetsbare groepen te vaccineren. Moet je denken aan mensen boven de 60, mensen die in aanmerking komen voor de griepprik, dus mensen met een onderliggende hartziekte, longziekte, suikerziekte en zorgmedewerkers. Maar hoe gaat dat dan met corona in de toekomst? Die echte dreiging zoals we er was met grote lockdowns en ellende, die lijkt voorlopig toch wel echt achter ons. Het zou nog kunnen dat het virus weer wat sterker of wat erger gaat worden, maar goed, dat kunnen we niet echt voorspellen. Straks in deze uitzending, deze zomer zijn in Parijs de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen. Zara Temmink uit Doetinchem doet mee aan die laatste Spelen en ze bereidt zich voor op Papendal. De stappen die ze zet gaan met zo'n tempo dat er nog wel meer marge in zit. Deze week houdt Defensie een grote militaire oefening in de binnensteden van Arnhem en Nijmegen. Vandaag was het de beurt aan deze militairen van de luchtmobiele brigade. Normaal gesproken zijn ze verantwoordelijk voor de bevoorrading van hun collega's. Maar tijdens deze oefening moesten ze ver buiten hun comfortzone. Ze moesten namelijk abseilen van de Eusebiuskerk in Arnhem. En niet iedereen vond die afdaling van 55 meter even leuk. Ja, dat is doodeng. Ik hou niet echt van hoogtes, maar dat hoort bij het vak. Af en toe moet je doorzetten als je iets niet wil of als je iets eng vindt. En dan moet je het gewoon doen. En dan kom je uiteindelijk ook beneden. Na 52 jaar heeft Defensie de radar in Nieuw-Milligen definitief uitgezet. De radarinstallatie werd in 1972 op kamp Nieuw-Milligen geplaatst. En vanuit daar kon de luchtmacht het Nederlandse luchtruim bekijken. Alles wat in de lucht vloog, merkte de radar op. In totaal heeft de radar zo'n 130 miljoen rondjes gedraaid. Defensie wil in 2026 een nieuwe omstreden radar in Herwijnen in gebruik nemen. En tot die tijd worden de controles uitgevoerd door een NAVO-radar. En in Ede was gisteravond een bewonersbijeenkomst naar aanleiding van de gijzeling van afgelopen zaterdag. De opkomst was gering. Slechts 7 Edenaren kwamen op de bijeenkomst af. Burgemeester Verhulst ging met hen in gesprek. En vanavond is er ook nog een bijeenkomst waarvoor 300 ondernemers zijn uitgenodigd. Tijdens de gijzeling moesten de winkels in de omgeving gesloten blijven. Oudere inwoners van Gelderland zullen zich hem misschien nog wel herinneren. De markante VVD-politicus en oud-commissaris van de Koningin in Gelderland, Molly Geertsema. Als CDK was hij in de jaren 70 bewoner van Kasteel Middachten in De Steeg. En er is nu een boek over hem geschreven door de oud-burgemeester van Buren, Klaas Tammes. Tammes portretteerde al andere bestuurders en nu komt hij met een biografie van Geertsema. Vanmiddag overhandigde de auteur het boek aan waarnemend commissaris van de Koning Henri Lenferink op het Huis der Provincie in Arnhem. Ja, Molly Geertsema dus, VVD-politicus, commissaris van de Koningin in Gelderland van 1973 tot en met 1983 en voorvechter van homorechten. Een kleurrijke, eigenzinnige en gedreven man. Ik woon niet in Arnhem. Ik ben ook geen Arnhemmer. U bent het wel. U laat mij zo'n ding invullen. Ja, zo zijn Arnhemmers. Molly Geertsema, oud-politicus en bestuurder. Schrijver Klaas Tammes deed onderzoek naar zijn leven voor dit boek. Ik heb een zwak voor types als Geertsema. Mijn eerdere boeken gingen over Ridder van Rappard, Hans Gruiters. Dat zijn allemaal van die autonome types die zich weinig aantrekken van hun omgeving. Die zeggen wat ze denken. Tammes interviewde 70 mensen over Geertsema en daardoor kreeg hij een nog beter beeld van de man. Hij kwam in Gelderland en ontdekte daar dat Gelderland bestuurd werd door de gedeputeerden. Dus de commissaris van de Koningin had geen inhoudelijke portefeuilles. Hij noemde het later een parttime baan. En wat hij deed was veel nevenfuncties en gemeentebezoeken.
en hij wilde dan per se bij de burgemeester thuis eten. Dan liet hij van tevoren door het kabinet meedelen wat hij wel wilde eten en niet. Hij wilde geen sla, want hij was geen konijn. Hij wilde sherry van dat merk, cognac van dat merk en geen kinderen aan tafel. Een verlicht liberaal was Geertsema ook, als voorvechter van het homohuwelijk. Ook te lezen in dit boek. Ja, we gaan richting een Olympische zomer. Niet alleen de Olympische Zomerspelen zijn in Parijs, maar ook de Paralympische Spelen. En ook daarvoor zijn Gelderse sporters in voorbereiding, zoals hardloopster Zara Temmink uit Doetinchem. Wij waren deze week bij een speciale training. Sprinster Zara Temmink heeft maar beperkt zicht. De Doetinchemse ziet maar kort voor de eindstreep dat ze er bijna is. De Spelen in Parijs, daar is ze ook bijna. Maar ze is er nog niet helemaal. Wat ik nog moet doen is de limiet lopen. Dus ik moet 12,45 seconden lopen op de 100 meter sprint. En ik heb gisteren toevallig 12,49 gelopen. Dus ik heb het limiet nog net niet. Maar ik denk dat het nog wel goed gaat komen, want ik heb nog allemaal kansen. Haar coach heeft er ook veel vertrouwen in. De stappen die ze zet gaan met zo'n tempo dat er nog wel meer marge in zit. Dus dat zie ik zeker gebeuren. Maar waar zit het verschil dan tussen net wel of net niet de limiet halen? Ja, dat kan net in een stapje zitten. Gewoon bijvoorbeeld bij de start dat ik iets harder had af moeten zetten. Of bij de finish juist nog echt iets mijn borst naar voren had moeten drukken, zeg maar. Ja. Waar we vooral op letten is dat de techniek goed blijft. Dat is altijd het allerbelangrijkste. Sprinten en atletiek is altijd heel erg technisch. Dus als de techniek verzorgd blijft, dan komen de resultaten altijd vanzelf. Nog even trainen, zelfs onder koninklijk toezicht. Ja, voer de druk maar op voor de Spelen. En dit was het Gelders Nieuws. In onze app en op de site vindt u meer. En zometeen na het nieuws krijgt u nog het weer. Ik wens u nog een fijne avond. Goeiedag. Ja, het was vandaag toch wel weer tussen de regen door, tussen de buien door op de fiets. Donkere luchten vaak, heel af en toe vanmiddag dan ook nog wel een opklaringetje, maar al met al toch wel weer een wisselvallig weerbeeld. Ook in Herwijnen, waar de radertoren staat, als u kijkt naar de neerslagrader, dan ziet u eigenlijk plaatjes die onder andere door deze radar gemaakt worden. En de komende dagen zal die radar toch nog wel meer plaatjes gaan maken, want het blijft nog eventjes wisselvallig. Alleen zaterdag, dat is echt een beetje vreemde eend in de bijt, daar kom ik zo op terug. Neerslag vandaag. Vannacht is het eerst droog, maar komt er opnieuw regen onze kant op. En morgen wordt het dan ook weer een wisselvallige dag als deze neerslagzone overtrekt. Later komen er ook weer buien tot ontwikkeling. Kortom, de paraplu is echt wel weer nodig. En ook op vrijdag moeten we er rekening mee houden dat er weer een storing over gaat trekken die voor buien gaat zorgen. Zaterdag is dan net eventjes anders als we een zuidelijke stroming gaan krijgen die zeer warme lucht onze kant op gaat blazen. Nou, vanavond ligt de temperatuur zo rond de 10 graden. Kan nog wel een enkel buitje vallen, maar de meeste buien die trekken dan geleidelijk aan weg. Er waait een zuidwestenwind en dan is in de nacht eerst droog, maar later vanuit het zuidwesten opnieuw regen. De temperatuur daalt naar een graad of 8 op de meeste plaatsen. Morgenochtend beginnen we met die regen, die trekt dan weer weg en dan volgen er weer buien. En dan kan er best een pittige bui tussen zitten, misschien ook nog wel met onweer. De temperatuur loopt op naar zo'n 13, 14 graden en ook de wind die neemt niet af, die blijft matig uit het zuidwesten waaien. Ja, vrijdag is dan een dag dat het ook nog wisselvallig is. En zaterdag dan kan het zomer opeens 24 graden gaan worden in Gelderland met veel zon. Het is wel zo dat er vanuit het zuiden ook Sahara-stof weer onze kant op komt. En dat kan misschien de temperatuur iets gaan temperen. Maar het is in ieder geval wel een droge dag. De enige, want zondag en maandag moeten we weer rekening houden met buien. En gaat de temperatuur weer terug richting de 18 graden. Nog fijne dag.